En dik 2 minuten na de 2-0. En Kagé met een nieuwe hoekschop. En daar is het 3-0. Van Papazoglu. Dus boeken toe. Inwerpen met Boye. Daar is Dane. Komt naar binnen. Nee, geven met Rolon. Ruimte op de rechterkant. Wat een goede paas is dat bij Mercier. Mercier, de 16e de Mercier voortrekken. Hola. Ja. Papazoglu maakt zijn wakker. Kijk je naar Mercier nu wel. Geen goede voorzet. Papazoglu. Oh, wat een goal. Wat een schitterende. Kies. Meegeven op Papazoglu. Dit is de kans voor KV Kortrijk. En wat een knal. Vatanasis Papazoglu, alsjeblieft. De voorzet is goed. Papazoglu, de bal. 1-0 KV Kortrijk. Prachtige actie, Stijn. Van onderweg deze bal. En de goal. De goal van Papazoglu. Probeert zelf iets te forceren. Aan de buitenkant is er ruimte. Tomasevic met de voorzet. En daar aan de tweede paal helemaal vrij. Counter met Dane. De Smet die kiest het ruime sop. Dane gaat het zelf proberen. Heeft er al een paar waasthanders afgelopen. De voorzet is goed. En de goal is daar van Papazoglu. Maar trappen is niet echt zijn ding. Dan maar Marusic aanspelen die stand. Geen buitenspel en daar is de Smet. En Papazoglu 0-1. 0-1. Thanasis Papazoglu op een diefje. Papazoglu knikken en kijk eens op de lat. Thanasis Papazoglu. Daar. Met zijn nu wel al meteen de opening op de rechterkant voor Mercier. Die kan scoren. Mercier. Al naar de ver en nu is het vol met Papazoglu. Geen buitenspel, links is de match mee. Papazoglu zelf. Rechts in de dugout. Op dit moment nog onmogelijk om uit te maken wie het juist is. Eerst kijken naar Papazoglu. Papazoglu weer met zo'n knal. Ietsje zeven per equipe. Star in de co-impact. Het is ook huge. Veel grendend voor het porto. Papazoglu weer weg. Hij is wel alleen, daar komt de Smet nu toch bijgesloten. Papazoglu gaat het gewoon zelf doen. En 3-0. De Smet. Hoekschop. Papazoglu weer en dit is de goal. De vrije trap voor Kortrijk. Daar is veel volk. Veel volk en geen goal. En het zijn het. Straat goed druk gezet. De Smet kijken, voorzetten. Daar is Papazoglu. En dit had de. Nou, eerst kijken we naar Tomasevic. En Papazoglu. En geen 5-0. De Smet voor Papazoglu. Mooi, dat hakje. En de Smet, hij scoort. Met dan hier, niet slecht hoor. En daar bij de tweede paal voortrekken. Oh, nee, niet binnen. Overwicht voor KV Mechelen, maar nu wel uitkijken daar Messi. Hij heeft er een tijdje last mee gehad, Yannick Ferreira. Ja, zijn ploeg pakt een heel veel rode kaarten. Nou, zolang zijn contract loopt. Kagé. Mooi. Van Papazoglu. Met zijn nu wel al meteen de opening op de rechterkant voor Messier. Die kan scoren, Messier. 15 minuten, drie man toe. Papazoglu, goeie bal. En hier is Roland. De vlag blijft naar beneden. Roland. Daar wordt het duel gewonnen en heeft Ayagun de kans op 1-1. En dit was echt de grootste kans. Van Puppen, bal ingebracht. Papazoglu in de korte hoek. Weet Onana hem te pakken. Milik. Ayagun. Goeie bal dit. Goeie bal. Goeie goal. Heel goede bal van Ayagun.
Paulussen. Weer Papazoglu. Nou, zoveel heeft Shaheen al een tijdje niet meer gehad. En Anou. En Roda schuift even op. Ja, het is met de voorzet. Daar is Papazoglu. Die kopt hem erin. Maar krijgt de vrij.